Ja, hier komt dus straks de manege. Hier kunnen de kinderen pony rijden. Nog anderhalve maand en dan heeft Groot Ammers er een flinke publiekstrekker bij. In het voormalige ooievaarsdorp opent dan avonturenboerderij Molenwaard de deuren. Zoals je ziet zijn er al jonge dieren. En zo proberen we iedere week, iedere maand te zorgen dat er weer jonge dieren bij komen. Het hele seizoen door. En je ziet, dieren zijn echt heel erg makkelijk en heel lief. Je kan ze gewoon aaien. De kinderen gaan een boerderijdiploma halen en dat betekent dat ze allerlei onderdelen hebben waar ze actief mee bezig moeten zijn. Koemelken, kaas maken, maar ze kunnen ook pony rijden, ze kunnen bootje varen, ze kunnen spelen en ze kunnen heel veel dingen doen, maar de rode draad is het behalen van je boerderijdiploma. De kindertelevisieboertjes Fien en Teun leiden de kinderen op. Ze zijn leidend over het hele park heen, dus je ontmoet ze in shows, maar zij vertellen je ook het verhaal. Dus alle bebording die je tegenkomt, alles wat verteld wordt over de dieren, komt uit monden van Fien en Teun. Is het zo dat kinderen zo weinig weten eigenlijk van wat er van de boerderij komt? Ik ben zelf opgegroeid in deze regio, dus opgegroeid op de boerderij van mijn opa en oma. Dan is het misschien wat anders, maar als je in de stad woont en het groen contact wat minder is, dan denk ik dat je steeds minder weet over dieren, over de boerderij, over het landleven, waar iets vandaan komt. Dan denk je echt dat melk uit een pak komt en dat het daar stopt. Dus het is denk ik belangrijk om er wat meer over te gaan vertellen. Michael van Hoornen is ervan overtuigd dat kinderen het niet bij één bezoek aan het park zullen laten. Iedere keer zijn er weer andere dieren die jongen hebben gekregen. En daarnaast hebben we iedere maand een ander thema. Dus we beginnen met de lammetjesmaand in april. In mei is het onderwatermaand. Dan hebben we extra shows van bijvoorbeeld Kikker van Max Veldhuis. Daarna hebben we vroege vogelsmaand. We hebben rollen in de modder. Dat is in augustus. Dan kan je via een modderbaan kan je weer hele andere dingen doen. Dan hebben we nog bezoek van Peppa. Weer een extra character wat hier dan is. Dus er is iedere maand iets anders te doen. Dus je kan in principe gewoon iedere maand ook terugkomen.